Nou, mijn naam is Fred van Leer. Ik ben 37 jaar. Ik woon in Rotterdam en nou, mensen kennen me waarschijnlijk van Holland's Next Topmodel, Shopping Queens, Dames in de Dop, X-Factor, etcetera. Mooi uitzicht hier, hè, Fred? Oh, ik hou hiervan. Daarom woon ik in Rotterdam. Dat weidse, dat open. En dit is echt een hele goede plek, absoluut. En als we dan naar buiten kijken, ja, zie je de Koopgoot. Ja. En als ik jou de keuze voorleg, Koopgoot of PC Hoofdstraat? Oh, dan is het wel toch PC Hoofdstraat. Ja, daar winkels zeker. Ik moet eerlijk zeggen, de Koopgoot / Beurstraverse is natuurlijk wel lekker, maar qua winkels is het niet zo'n spektakel. Het staat wel. Ja, maar je kan, dit is wel funky voor een fotoshoot, dus het is wel heel cool. Dit zou voor mijn items zijn die ik zou kopen om in mijn styling Walhalla te stoppen. Ik ben stylist. Dat doe ik al vanaf 2001 eigenlijk. En wat heel veel mensen zeggen, oh wat leuk, je doet er nog styling bij. Maar ik ben echt stylist en tv, dat doe ik ernaast. En dat versterkt mijn vak. Weet je, het een helpt het ander natuurlijk. Dus, en ik vind tv maken ontzettend leuk. Ding, 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 bingo. En dat is het allerlelijkste bij een vrouw of een man, of bij wie dan ook die op hakken loopt. Die haviksklauwen, die dan... Hou ik ook van. Kijk naar de hakken. Ja, wel hakken. Oh my god, meisje, echt serieus. En panty. Wat is dat? Waarom heb je een panty aan? Ik hou van Uber. Dus dat is dat klinkt heel gek, want je hebt niet een Ubervrouw of een Uberman. Voor mij is dat wel een Ubervrouw, is een vrouw op hakken. Met die er gewoon waanzinnig uitziet. En een man is gewoon echt een oerman. Uber, jij zit dan een beetje te kijken en ik zat vanmorgen natuurlijk ook heel lang te dubben. Oh, je hebt gestrest. Dat hebben alle mensen gestrest. Dat hoor je natuurlijk altijd. Als mensen met jou gaan praten, dan wordt het helemaal een ding. Weet je wat het grappig is? Het interesseert me helemaal niks wat je aan hebt. Op het moment dat ik je ga kleden, dan wordt het een dingetje. Maar ja, je moet gewoon zelf. En wat je aan hebt is prima. Een goede spijkerbroek, goede boots, mooi topje, gewoon fris. Nee. Van Leer vindt het prima. Ja, nee. Dus weet je, en vroeger had ik dat wel. En toen ik net begon, oh, dat moet anders. Pff, alsjeblieft. Echt, ik ben zelf ook... Ik zeg, je bent heel hip. Ik ben helemaal niet hip. Ik ben bijna uniformeel. Ik heb eigenlijk altijd een jeans aan. Er zit altijd wel een gat hier of daar. En ik heb altijd een overhemd aan, lichtblauw of wit, met een jasje. Nou, gaan we even terug naar je jeugd, want je bent opgegroeid in Alblasserdam. Ja, Alblasserdam. Mooi, hè, daar? Nou ja, ik heb een superleuke jeugd gehad. Ik heb hele lieve ouders, maar ja, het is wel echt een dorp. En dat heb ik nooit kunnen aarden. Nee? Nee, dat vond ik vanaf vreselijk. Welke leeftijd begon het te knellen al? Ik denk eigenlijk al, zodra ik het besef had dat het een dorp was, was het al klaar. En ik droomde altijd van, en ik ging naar Rotterdam, of ik zag de skyline van Rotterdam vanuit waar wij woonden. Dan denk ik, ja, daar wil ik wonen. Ja. Het stadse, het grootste. En ik vond Alblasserdam, met alle respect, mijn ouders wonen er nog steeds. Maar als ik er binnen kom rijden, is het dit. Ik weet altijd, vroeger werd ik heel erg gepest. Maar waarom word je gepest? Omdat je anders bent. Ja, ik wilde me gewoon ontworstelen van dat burgerlijke, dat in één keurslijf, dat hokjes, oh, vreselijk. Was het meer buitensluiten of was het ook echt fysiek pesten? Of ja, was het was buitensluiten, maar ook fysiek. Het was uitschelden, duwen, trekken. En ja, het is wel een ding geweest. Maar ik zie nog wel eens, Peter van der Vorst heeft namelijk een programma gemaakt ooit. En het ging over mensen die dan volwassen zijn en er nog steeds last van hebben. Dat kan, sommige mensen zijn nog veel erger aangepakt dan ik. Maar dan heb ik nog steeds, ja jongens, op een gegeven moment moet je het ook wel los kunnen laten. En ik heb een heel leuk leven. Maar dat heb ik zelf heel hard voor moeten werken. En doe ik nog steeds. En wat zijn voor jou de belangrijkste waarden in het leven? Het belangrijkste in mijn leven is rust, vriendschap. Dat zijn wel de keywords, denk ik. Zonder vriendschap is er niks. En zonder rust, ik heb heel lang onrust gehad. Dat zie je nu ook wel, hè, dit. Dat is ook onrust. Maar ik heb op zich wel... dingen worden steeds meer onbelangrijk. Vroeger was ik nog alleen maar, oh, ik moet die paar schoenen hebben, ik moet het jasje hebben. Nu wil ik dat nog steeds wel, maar ik heb niet die drang heel erg. Maar de wereld waarin jij je beweegt is natuurlijk wel heel erg op uiterlijk gericht en een beetje plastic. Is dat niet in tegenspraak dan met die rust en dat innerlijk wat je compleet, maar dat vind ik dus zo leuk. Het is compleet plastic fantastic waar ik in zit.
Maar ik heb in die wereld wel echt hele goede vrienden. Zou je niet ook wel, want je bent nu bijvoorbeeld bezig met de Holland's Next Topmodel. Dat zijn echt van die prachtige meiden die dan nog mooier worden door alles wat ze doormaken tijdens die serie. Maar dat is natuurlijk weer niet zo leuk voor meiden van 16 die er niet zo fantastisch uitzien. Is dit daar niet ook nog een taak voor iemand als jij om juist de lelijke eentjes wat meer zelfvertrouwen te geven? Ja, nou absoluut, tuurlijk. En ik begrijp het wel. En wat wij maken is wel vakgerelateerd. Dus het zijn meisjes die willen in die modewereld zitten. En dat zijn dus de hele mooie meisjes. Maar ik denk dat als jij als minder mooi meisje of jongen je daar druk om moet maken, dan heb je echt een rot leven. Dus ik hoop heel erg dat zij beseffen dat ze net zo'n leuk leven, misschien nog wel een leuker leven hebben, als er maar iemand die heel knap is. Want het klinkt ook zo, het heeft niets met dit te maken. Het heeft echt allemaal, het klinkt echt heel terug. En mijn vrienden lachen helemaal in de neus. Het gaat om het innerlijk. Ja. Het gaat echt om het innerlijk, weet je wel. En dat is het. Ik heb ook wel eens, ben ik in Milaan tijdens de mannen modeshows. Dan kan ik mezelf compleet ellendig voelen. Denk ik wil ook zo'n lijf, ik wil ook zo knap zijn. Dus het is ook heel vaak maar een luchtbel. Maar zou je dat ook niet meer willen laten zien of moeten laten zien juist op tv? Ja, absoluut. Daar is Holland's Next Topmodel natuurlijk niet het programma voor. Maar dat zou zeker in de toekomst wel een ding kunnen zijn. Van dat je wie je ook bent, dat je sowieso, je moet alles eruit halen. Ik heb namelijk een ontzettend broertje dood aan mensen die... Nee, ik zie heel veel mensen zeggen, ben je gelukkig? En dan zeg ik, ja, ik ben heel gelukkig, maar ik ben nooit tevreden. Maar die ontevredenheid zorgt ervoor bij mij, althans, dat ik er alles uithaal. En ik zie zoveel mensen die er niet alles uithalen, die zijn dan ook tevreden. Ik wil alles uithalen. Als ik op mijn 50ste dood ga, wat ik natuurlijk niet hoop, maar dan heb ik wel een fantastisch leven gehad. En dat vind ik wel, dat komt door jezelf.